Hi, welkom bij een biocast over het maken van cirkeldiagrammen. Maar ja, wanneer gebruik je nou eigenlijk je lijndiagram, je staafdiagram en je cirkeldiagram? Hoe zat dat ook alweer? Een lijndiagram gebruik je om toename of afname te laten zien. Bijvoorbeeld de groei van een plant of het aantal dieren in jouw tuin. Een staafdiagram gebruik je als je de aantallen wilt weergeven. Hoeveel kinderen in de klas hebben er een spijkerbroek aan? En als laatste, het cirkeldiagram gebruik je als je het gedeelte van het totaal wilt weergeven. We hebben hieronder in de tabel staan de percentages. En daarmee kunnen we gaan beginnen. Als eerste trek je een lijn. En dat is een lijn. Bij het startpunt mag je zelf bepalen waar je begint. Ik begin hier en het eerste percentage wat ik aan moet geven is 3,3. 1, 2, 3 en een beetje dus. En dan trek je weer een lijn naar het middelpunt. Het volgende percentage wat ik aan ga geven is 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en een beetje. Dat 1/3 wat ik hier nog over had. Volgende is ook weer 10. En zo maak je stap voor stap je hele cirkel vol. Ik moest er nog een derde bij nemen. Zo, dat is beter. En dan hou ik hier die 6,7 over. Dan moet ik er natuurlijk nog wat inzetten. Dit is nestkastje met 5 eieren. Nestkastje met 6 eieren. Met 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Die kan ik natuurlijk nog kleuren geven, dat maakt het wat overzichtelijker. Dan kun je ze arceren. En dan krijg je een heel aardig overzicht van het gedeelte dat de meeste eieren heeft. En in dit geval is dat heel duidelijk te zien. Dat is dit gedeelte. En zo maak je dus een cirkeldiagram. Veel succes met het maken van je eigen cirkeldiagram.